Hier gaat het gebeuren. Dit wordt de hal waar het, de uitvoering in plaatsvindt. De hal is inmiddels leeg, dus we gaan nu los. Dus ze zijn net de tribune komen brengen. En ik verwacht over een half uur ongeveer de podiumbouwer met een paar vrachtwagens deze kant op. Dus we gaan nu uitmeten en dan kunnen ze gaan bouwen. Deze kisten komen bij de SOS, beter bekend als HZWC. Dus één punt aan de achterkant, dan wordt dit de achterkant van het podium. Maar ze mag gewoon strak in het midden hebben staan. Ja? En dan kunnen we hier zo inrijden en dan kunnen we gaan staan. Het is nu woensdagavond om 8:30. Ja. Wij lopen iets voor op de planning. De tribune staat zoals je hier ziet. Het podium is nog een uurtje, schat ik. 1,5 uur, 2 uur is het ook klaar. En morgenochtend om 9:00 hebben we afgesproken dat er Joop van der Linden is natuurlijk ook niet... Joop is van V-Sound Licht en Geluid. Dus die komt morgen met 2 grote vrachtwagens vol. 16 man personeel. En die zijn 2 dagen aan het bouwen om al het licht en geluid erin te brengen. Microfoons worden er gebruikt. We hebben een aparte mengtafel voor de orkestmix, aparte mengtafel voor de koormix, 2 mengtafels voor de monitormix, 2 mengtafels voor de zaalmix. Dat moet allemaal teruggebracht worden naar de essentie van stereo links-rechts. Straks naar je uitlichten en voor de rest is het alles op het podium moet nog gebeuren. Het ziet er al als een theater een beetje uit. Hoe kun je een fabriekshal ombouwen in een dagtijd tot een klein theater? Nou ja, dat wordt morgen genieten.